ik ben eigenlijk zowat in Sas opgegroeid. Dus ik heb nooit anders geweten dan... De molen blijft zoals die is, maar op het duur wordt het een bouwval. En het is zonde, want het is ook nog eens een rijksmonument. En ik geloof heus wel dat voor mijn tijd ook anderen... al vaak genoeg aan de bel hebben getrokken om ervoor te zorgen dat daar nou eindelijk eens een keer iets gebeurt. En dat kon niet, om reden van dat de eigenaar die nu overleden is... die had aan zijn voorgangers, aan zijn familie beloofd... dat het nooit in handen mocht komen van de gemeente... en dat er ook nooit iets aan veranderd mocht worden. Al bij al, nu is die man zelf overleden... en de erfgenaam, die weet ook van de hoed en de rand... De gemeente die heeft gelukkig kunnen achterhalen wie dat is, maar deze persoon die reageert ook nergens op. En bij mijn weten, als je wat, ik ben geen jurist, maar ik weet wel als je wat onderzoek doet, dan kun je wel zien dat er toch wel wetten zijn die als iets een rijksmonument is, en dat is het, die molen, dat je dan toch bepaalde wetten kunt inzetten om ervoor te zorgen dat tenminste onderhoud wordt afgedwongen. En ook op dat vlak wil onze fractie graag weten van wat zijn de mogelijkheden, wat gaan jullie op korte termijn doen en ook wat is er al gedaan, wat is er al gebeurd, juist omdat het al zo lang daaromtrent stil blijft. Kijk, en wat dat betreft willen wij graag de onderste steen boven hebben. Daarnaast de veiligheid, de stenen vallen eruit, jongere volwassenen die klimmen naar binnen... Die komen op die rotte vloer terecht. Ja, daar zak je zo door als je niet uitkijkt. Er is onlangs brand geweest. De brandweer is uitgerukt. Dus ik bedoel, er moet iets gebeuren. Want vandaag of morgen, kijk, dat komt niet goed in ieder geval. Nee, u zegt inderdaad, het is natuurlijk een rijksmonument. Dus dan zou eigenlijk de steun, als het ware een soort van financiële steun vanuit het Rijk ook moeten komen. Toch? Ja, en ik denk niet eens dat het een kwestie is van centen. Want ik denk dat daar inderdaad een mouw aan gepast kan worden. Maar de gemeente moet vrijheid van handelen krijgen om dat inderdaad te doen. Hè? Ja, en er is ook, zoals u zegt, er zijn ook wel veel jongeren daar bij de molen aanwezig. Het zijn een beetje, ja, ik weet niet of dat nou legale of illegale activiteiten zijn. Maar u stuurt ook aan op wat meer politie om de molen heen, om dat een beetje beter in de gaten te houden, begrijp ik? Ja, ook dat... En dan kom ik weer terug bij de boa's. Als zij er niet zijn, dan moet de boa's er maar naartoe. Kijk, de haai al. Ja. Maar ook, zoals ik al zei in onze schriftelijke vragen... hangen de procedures die eventueel kunnen gaan gevolgd worden binnen korte termijn... zou het misschien goed zijn om daaromheen, om die molen... een hekwerk te zetten, zodat ze er niet bij kunnen komen. En dan bedoel ik geen simpel hekje waar ze makkelijk overheen klimmen. Nee, een echt sterk hufterproef hek. Om nu alvast ongelukken te voorkomen. Ja, dus dat zou natuurlijk het aanzicht van de molen wel een beetje minder maken. Dus daar zullen natuurlijk buurtbewoners misschien ook niet zo blij mee zijn. Nee, dat klopt. Voor de veiligheid zal dat wel moeten. En daarnaast moet er dan maar wat vaart gezet worden achter eventuele juridische procedures. Dan moet dat maar even. Misschien een stimulans als het wat minder eruit ziet. Want een bouwval ziet er ook niet uit. Maar om dan te zeggen van we zullen er maar een beetje mee opschieten. Dan kan dat hekkeren hou van omheen. En kunnen we er misschien iets leuks mee doen.